Nicole Vaassen, je hebt hier een tentoonstelling met foto's, maar ik zie volgens mij schilderijen aan de muur hangen hier. Ja, dat is ook de bedoeling. Het zijn bijna, ik schilder ook al 20 jaar. En sinds een jaar of 6 ben ik met fotografie bezig. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de fotovakschool. En eigenlijk gespecialiseerd in stillevens. En ik wil eigenlijk spelen met licht en de voorwerpen vormgeven. Op een manier zoals ook de schilders dat deden. En met name begin 17e eeuw, maar ook andere stromingen. En dat zie je ook terug in de foto's. Het zijn bijna schilderijen. Van waar je liefde voor stillevens? Stillevens, ik vind het wel een bijzonder genre. Het bevriest dingen. Dus dingen die misschien al uit de tijd zijn, die worden tijdloos door het op een andere manier neer te zetten. Dat heb ik ook geprobeerd in de series hier. En de kenmerken uit de 17e eeuw, die zat heel veel symboliek in. En dat probeer ik ook in de foto's terug te brengen. Ik vind het wel mooi. Het wordt een beetje tijdloos. Ondanks dat er veel symboliek over leven en dood in zit. Heb je speciale technieken nodig om dit soort foto's te maken? Ja, ik werk met studiolicht in deze, niet met daglicht. Het verschilt een beetje per foto. De foto's hebben allemaal wat anders nodig. Zoals straks misschien ook wel op de andere foto's zien. Voor de 17e eeuws uitstraling gebruik ik heel gerichte snoets, heet het, een soort kokers op een studiolamp. En dan werk ik met schilderstape en met ducttape. En waar ik geen licht wil, dan gaat ducttape op. En waar ik wel licht wil, dan gaat schildersplakband op. En dan probeer ik echt, het is echt millimeterwerk. Het kost soms 1 uur of 8 voordat ik het licht goed heb in een foto. Ja. Dat is een beetje een Rembrandt idee wat je hebt, hè? Ja, het is eigenlijk schilderen met licht. Alleen dan in fotografie. We gaan even kijken naar andere foto's die hier hangen. Okay. Ja, we hebben hier 4 foto's hangen met een ander thema. Ja, dit ook hier geïnspireerd op de 17e eeuw. Ik wilde eigenlijk gereedschap wat uit de tijd was, weer een tijdloos karakter geven. Wat je veel in de schilderijen van de 17e eeuw ziet, is een rand. En die rand die staat voor eindigheid. En dat kan in dit geval is het een la op de kop van mijn moeders kast. Maar dat werd eigenlijk altijd op een rand gefotografeerd, zodat dat de dood eigenlijk is over het randje gaan, letterlijk. Oh ja, zo. Dus ja. Daar is het vandaan gekomen. Soms werden er ook nog, zoals je in een andere schilderij zag, levende dingen aan toegevoegd. Dus vlinders of fruit. In dit geval heb ik dat niet gedaan. Maar de donkere achtergrond die maakt dat het eruit komt. Ook uit zijn verband gerukt wordt eigenlijk. Dus een soort tijdloos karakter krijgt en het voorwerp gaat op zichzelf heel leven. Heeft een andere betekenis, een soort vervreemding. Krijgt een andere betekenis dan het in de werkelijkheid had. En dat werd heel veel gebruikt. Ja, en door die donkere achtergrond komt natuurlijk het onderwerp specifiek naar voren toe. En door de belichting, door niet alles te laten zien, maar wel dusdanig te belichten dat je wel alle groefjes ziet en alle. Ik werk graag in series en in deze serie heb ik gekozen door wel verschillende materialen te gebruiken daar nog een beetje aanpassing in te krijgen. Dus er zijn 2 voorwerpen van hout, 2 van ijzer. Er mag best wat contrast in zitten, afwisseling in de serie. Dus in dit geval contrast in materiaal, maar ook in vorm, van vierkante vormen naar ronde vormen. En als je hier dan doorkijkt, dit voorwerp op zich, symmetrie was ook een belangrijk onderdeel in de schilderijen. Dit voorwerp is van zichzelf symmetrisch, dus deze heb ik expres iets uit het beeld naar rechts gehaald, omdat het anders te symmetrisch werd in de hele serie. En je probeert toch altijd in de serie iets onverwachts te geven, dus iets aparts. En dat heb ik hier met het touw gedaan, het touw wat over de rand gaat, maar wat ook de eindigheid van een voorwerp extra benadert. Dus je hebt me goed nagedacht over elke foto die je maakt. Ja, het is behoorlijk doordacht. Het kost ook veel tijd in de voorbereiding. Je werkt veel met series. Ja, ik vind series versterken eigenlijk het beeld van een enkele foto. Je moet wel oppassen dat series, dat er niet te veel dan op een foto staat. Het moet wel rust geven. En het moet zeker zeer variatie ingeven. Maar het versterkt elkaar. Ja. Als je een herhaling hebt, versterkt dat. Maar dit past in een modern interieur, maar ook in een klassiek interieur. Ja, dat kan alle kanten op. Ja. Ja. De serie met naald en draad. Ja, ook voor een deel uit de tijd. Het zijn hele oude klosjes op zich.
Maar ook dit heb ik geprobeerd een tijdloos karakter te geven. En dit is eigenlijk een vermenging van een pop-art-stijl met ook kenmerken weer uit de 17e eeuw. Je ziet nog wel duidelijk die rand erin. En die beleiding heb ik ook precies zo door weten te zetten in de stoffen. De pop-art die maakte eigenlijk was een afzetting tegen de stijlen van de eeuwen daarvoor. Doordat het minder betekenis moest, eigenlijk meer betekenisloos worden. En die gebruikte alledaagse voorwerpen als schuursponsjes, maar ja, goed, ook klosjes scharen, om er iets weer bijzonders van te maken. Ja. Ook zij haalden het uit de tijd. En het werden voorwerpen op zich, gewoon kunst op zich. Ze gebruikten daarbij pasteltinten vaak, of fellere kleuren. Dus niet meer die donkere achtergronden. Ja. En dat geeft rust in de foto. De symmetrie geeft ook weer rust in de serie. Maar toch zijn ze net weer allemaal even anders. En ook de kunst van het weglaten. Ja, zo min mogelijk. Ja. Dat is vaak beginnen met veel op een foto en dan afpellen. Totdat er uiteindelijk een foto is die je denkt van nou klopt het plaatje helemaal. Schrijven is grappen, zeiden ze. Ja, ook hier zitten wel 30 andere foto's voor. Ja, hier herhaalt zich het thema. Ja, ook dit is het thema met de klosjes scharen. Alleen van een andere kant benaderd. Dit is meer pop art. De lijnen hierin versterken elkaar, dus er komt heel erg veel vormherhaling terug. Dus de ronde vormen van de ring, de klosjes. Maar toch weer doorbroken door ook andere vormen te gebruiken en ook ander materiaal, metaal erin in te verwerken. Wel weer de pastelkleurige achtergrond, de symmetrie erin, wat het wel een sterke serie maakt dan bij elkaar. En zo kun je op heel veel manieren spelen met fotografie. Het is echt fotografie als kunst. Ja, het is echt, voor mij is het echt kunst. Het moet ook echt aan een muur kunnen. Het moet boven een bank kunnen hangen. En gewoon een plaatje op zich zijn. Ja, je kunt het ook gewoon kopen bij je, hè? Het is te koop. Ik heb er geen vaste prijzen in. Ik vraag wel een soort vaste prijs per foto tot een bepaald formaat. Ja. Maar het is zo afhankelijk van hoe je dat aan de muur wil hangen. Er zijn zoveel mogelijkheden in, van plexiglas tot een goedkopere lijst. Dus dat is maatwerk. Maar dat kunnen mensen mij voor mailen. En visitekaartjes liggen er en dan gaan we kijken wat er kan. Nou, ik zou het best boven de bank willen hebben, ja. Ja. De series die gaan in beperkte oplages, dus ik laat het redelijk uniek. En dan komt een certificaat bij met de nummering, net als bij Lito's. Ja. Ja, dit valt een beetje buiten het geheel, geloof ik. Ja, dit was iets bijzonders. Deze lijst die was al heel lang in bezit van de gemeente en die stond al heel lang in de kelder leeg. En dit stuk heb ik ook als huiswerkopdracht tijdens de opleiding moeten maken. En dit is door al mijn collega's aangeleverd. Dus de koeienschedel komt van een collega en het team. En dit is eigenlijk wel een beetje een afdelingsstuk geworden van de gemeente. Blijft hier ook hangen. Gaat niet terug naar de kelder. Gaat niet terug naar de kelder. Of tenminste, misschien niet op deze plek, maar komt ergens in het stadhuis te hangen. En dat is mijn cadeau aan de gemeente.